Het plan van vandaag is raiden. We gaan raiden. Ja, ik weet niet of we nu raids kunnen noemen. We gaan kijken of we iemand kunnen vinden en dan even wat dingen stelen. Dat is vooral wat we gaan doen. We gaan stelen, jongens. We're gonna steal. A lot of stealing is gonna be stolen. Yes. Fiscaal overzicht. Let's go. Daar naartoe. We gaan gewoon daar naartoe. Ik heb gemeet met Esper bij de vulkaan. Of ik zou gaan meeten bij Esper bij de vulkaan. Dus ik ga nu even naar de vulkaan toe. En ik hoop stiekem dat hij een target heeft. Stel hij heeft nog geen target. Dan gaan we gewoon natuurlijk even op zoek. Ik kan misschien wel beter even mijn spullen op kunnen bergen. Want ik ben echt niet voorbereid voor combat nu. Oeh, is dat Deodon familie? 780. Wolf 110. Deodon 110. Wolf 100. Oeh, dat is oprecht heel ziek. En Deodon 75. Oei. Oké, nou even kijken. We boy. Nu ik hier toch ben. Even snel dit looten. Wat nou een tree? Een sapding zat erin. Zit een armor, beef jerky, pelt. Oké. Nou ja, goed. Dat is mooi. Ik wil ook dus zo snel mogelijk even gaan focussen op chainbowlers en noem maar op. Daar komen we goed. En het is vooral denk ik dat ik dat ga maken wanneer ik dus een grotere dino zou willen temmen. Hebben een beest gevonden op de vulkaan. 1 turret is de kaas. Misschien wel leuke deurwaarden zijn. Oh, ja. Oh, maar op de vulkaan. Klinkt als een metal claim. Ik weet nog niet of ze de wolken geüpdate hebben, maar ze zijn wat lelijker. Of zijn het echt omdat ik mijn settings dus heb aangepast? Kijk, gamma. Oeh, ik drukte bijna op E daar. Oké, nou moet ik even Esper zien te vinden. En ik wil eigenlijk zo min mogelijk nu... Oh, daar. Denk ik. Ja, oké. Yo, 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 yo. Hallo. Zeug. Ja, ik ben zeug. Heb jij nog iets wat gezeugd moet worden? Dit is metal spot, man. Dat is niet goed. Dit moet sowieso weg. Kijk, hier komt de... Ja. Oké, wacht. Ja, je zei dat er een turret was, dus ik ben even... 1 turret staat er bovenop het dak. Maar ik kan je tegen de muur staan. Oh, maar dit zit tegen de muur staan. Keihard een metal spot te claimen dan, jongen. Ja, maar als we net onder die muur kunnen komen. Welke muur heb je nu over? Gewoon tegen zijn beeld aankomen te staan. Oh, echt rechter tegenaan sprinten. Ja, oké. Kan je nooit wel de scheiding meer. Zouden die dingen op neutral staan? Anders moeten we er even 1 keer op schieten. Oh. Ik knal van. Pak even hier een angle. Oké, ik ben wel benieuwd, want dit moet er weg. Dus dat is geen base, maar het is een... Oké, staat een passive. Alhoewel, niet allemaal. Lang niet allemaal, dan komt dat duurde jij naar elk kilo. Wacht, zijn ze een thema trouwens? Er zitten RG's in die pen. Ja, kijk. Ja, ze vallen super langzaam. Hey, maar eerlijk, echt mensen die metal spots gaan claimen hier. Na. Maar kijk even. Ja, kijk hoe langzaam ze vallen. Ja, maar wacht maar. Wacht even, ze lopen via de muur. Ze lopen via de muur. Nieuwe ARK tracking. Oh man, ik moet echt een scope hebben op mijn rifle. Hey, reload bug. Oh, wat goed. Ik kon heel erbij komen eerst en toen ging pas de turret. Oh, ik heb 1 PTE dood. Is het slim of is het lullig? Ja, nu weet ze wel dat we er zijn. Ja, misschien. Ja, ik wilde gewoon sensatie, man. Kom op, man. Kijk, de deurwaarder gaat eerst vragen voor belasting. Dan ja, aankloppen en dan doen ze niet open en dan kill je de PTE. Het spijt me. Ik weet, je bent nieuw hier. Je bent gegold. Het is mijn eerste dag. Kijk, dan was je god en mag je gelijk. Ja, en ik ben zeug, weet je wel. Met ja, maar nu werd het anders. Bert, Mark Rutte en zo en al die andere zaken. Maar niemand zegt wat in de chat, dus ik denk dat we oké zijn. Nee, maar eerlijk, kom op. Gaan ze dat claimen? Kom op. Ik heb wel een wooden shield, maar daar ben ik niet blij van. Nee. Ik wil een shadow stake. Is dit voor mij? Ja, die is voor jou. Kijk, de turret staat er heel mooi boven. En denk ik geen helm bij me. Dat is al in de nadeel. Oeh, hij ziet ook... Ja, hij ziet inderdaad niet meteen. We kunnen ook eerst naar die steen naar rechts sprinten. Oh, het is wel een hokje. Oeh. Oh. Hey, we konden soken. Want 2 kogels miste eerst voor mij, leek zo, of niet. Oké, we kunnen kijken of we het kunnen kazen. Hoe deed ik dat nou? Weet niet. Hij stond... Toen heeft mij een TIA gekregen of zo. Zou die leeg zijn? Oeh, nee. Auw. Godverdomme, auw. Zitten we hier? Zitten 2 mannen op een berg? Ja, die vleesjes. Kan je hier doen? Oké, wacht. Even zo. Ik hoor heel af en toe hoor ik een Jenny opeens. Ik heb ook dit werk niet meer in de nieuwe. Nee. Ja, ik zat te denken. We kunnen sprinten. Ja... Het is wel een steile rand. We kunnen niet via de andere kant gaan, via die gates. Dan zijn we echt vet dichtbij. Ja, maar dit is echt oprecht. Dit kunnen we... Echt, we kunnen toch wel tot onder die fabricator rennen. Of de deur. Dat moet lukken. Wacht, ik heb grapple. Ik kan je eventueel je body terug... Wacht! Sleeping bags! Oh, je hebt hem. Open doen! Oh, goed. Jij gaat naar achter. Ja, ja, doe. Peekaboo! Peekaboo! Oh nee, je hebt iemand gekild! Dat was echt terecht. Yo. Ries van. Kun je een bed in plaatsen? Wacht, bed. Ik kan een bed. Oh, sleeping bag. Kun je een bed regelen? Sleeping bag, misschien kan dit nog. Momentje. Nee, leg geen sleeping bag. Je moet een simpel bed hebben. Oké, maar ik heb simpel bed. Waar is de body van hem? Oh mijn god, hij is ook echt... Ze vies me opbouwen, jongen. Ze vies me opbouwd, Rudy. Ik wist niet dat het zo opbouwd was. Ik moet even een foundation hebben. Momentje. Oh nee. De hemel. Halvol. Don't respawn. Wat goed. Dat was ook echt een suicide deurwaarde. Oké. Oh, hij staat. Welcome back, traveler. Oké. Oh, wat goed. Ja, best wel... Oh. Best wel electronics en zo. Ja, maar nou wil ik ook iets opblazen. Nee, dit wordt dan weer zo snel een wipe, jongen. Pas op. What the fuck is deze damage? Oh, ik voel me een beetje schuldig, man. Ik hoor jou niet praten, trouwens. Ik weet niet waarom. Hallo? Oh, nu wel. Wat zijn dit voor een... Even kijken. Airconditioner, Diplo, Megaloceros, Chalico. Hé, ik zag trouwens een 110 en een level 100 wolf. En ik zag ook nog 110 Deodon. Oh, Deodon saddle. Zullen we even een kistje maken voor hem? Ja, is misschien wel netjes, hè? Ik maak wel vast wel van deze. Heb jij voor mij wood? Ja. Ik wil wel wat dingen. Even. Mammoet, saber, mammoet, Lazio. Gewoon alles. Ik wil dit, ik wil taalt. Shotgun ammo natuurlijk, hè. Ik voel me net een kind. Ja, maar ik moet wel even... Kom op, we hebben wel eerlijk gereed. Eén ding ontdekt. Sophie doet 11k damage. Of heb je je cave damage? Nee, toch? Of zou dat wel, misschien? Ik weet niet. Maar de 11k damage per hit. Ja, het was echt insane. Ik zag jou ook gewoon ontploffen. Peekaboo! Ik vind het goede deurwaar. Ja, nee, we hebben goed aangeklopt. En ze deden niet open en toen was het dat, ja. En wat wil je er nog meer van maken? Meer kun je er niet van maken. Oh, trouwens, leuk dat we hier een kistje maken, maar hij kan hier geen eens spannen. hij moet dan eerst helemaal de vulkaan opklimmen. Oh, nee. Nee, kijk hier. Hij heeft hier een sleeping bed, dus hij kan hier gewoon spannen. Wacht, waar? Ja, nee, maar laat me liggen. Dat is geluk voor hem. Maar ja, waarom bouwt hij trouwens ook midden op de metal spawn? Hey, maar ik heb een ramshackle fakkel, dit is wel leuk. Ja, dat is winst, jongen. Tel hem uit. Zou die echt gecashed zijn? Zo, dat was best wel lachen, man. Nee, niet best. Oh, jezus, ik schrok. Ik heb dat hier iemand op zat. We hebben hem ook gekild. Ja, en ik heb hem ook die PT gekild. Ik moest gewoon even proeven, jongens. Proeven van de macht en de kracht. Oké, en dat heb ik gedaan. Zijn er nog meer dingen die ik hem gewoon zou kunnen geven? Nog een headshot. Oh, ik heb wel van kaarten. Oh. Zeug. Ja. Hebben we een deurmis? Ja. Dat is er. Kom op. Ah, het zit er niet in. Maar je hebt wel een platform, zie ik. Echt, ja. Maar je hebt geen taxidermy. Hoe blijkt het dan? Hoe heet dat platform ook alweer eens? Base. Nee? Ja, hoe heet dat ook alweer eens? Taxidermy Base. Ik wil wel dermis eigenlijk, als dat kan. Oh, misschien moeten we dat met een specimen misschien. Met specimen? Ja, met hun specimen. Zou het? Gewoon hun steen? Ja, gewoon een steen. Ik heb er nu één van hun, maar die andere ben ik kwijt. Oh, er zijn twee mensen inderdaad, ja. Bing bong. Mr. Piss en Cerilio. Oeps. Als je deze video ziet, oeps, spijt me. Oh, hier, je leert nog een speerbolt. Dat is gewoon gratis metal. Dat is echt... Dat is gewoon, oh ja, tuurlijk, we hebben een grinder. Oh, helemaal vergeten. Dat is 75 metal ingots. Pff, wat ziet het er ziek uit, eerlijk. Kijk dit. Wow. Hey, maar als mensen metal spots aan het claimen zijn, kunnen we ook al Swamp Cave claimen. Ja, daarom wil ik nu voor andere twee bergjes even bekijken. Ja, dat is wel slim. Om de economie in stand te houden zijn wij fiscale politie. En daarom blazen we dingen op. Het is logisch, het is gewoon hoe het werkt. Oh, hier is damage, Oh, hoi. Wacht maar. Oké, ik heb geen armor. Je hebt geen armor, gast. En ik denk nu biertje. Ik heb, wacht, ik heb Chit en Chestpiece en Gilly leggings. Ja, doe in je inventory, doe in je... Oké, wacht. Je PTE. Wat, heb je nog meer nodig? Je overleving komt mee. Wacht, ik heb nog iets. Ik zie dus niks. Ik zie geen hol. Deurwaarder! Ik zie niks, ik zie niet hoe ik naartoe moet. Ik heb bier, ik zie niks meer. Ik zit in de cloud. Wacht, ik vlieg helemaal omhoog. Zo, dit wordt wel echt een dingetje hoor. Moet ik nou echt de wolk uitzetten of is het mist? Oh, ik zit helemaal boven de clouds. Nee, die wolken, die command die werkt niet. Elf volumetric cloud 0. Dit is gewoon mist. Ik zie dit allemaal. Oké, wacht. Het is echt, het is die regen man. Het is gewoon... Ik heb echt zo'n voor dat 10 jaar gekregen. Ik zag helemaal niks. Echt niks. Er zat alleen maar wolk. Ik zit te denken welke setting het zou kunnen zijn. Weet je leuk is? Mij is het gewoon helemaal blauw. Ik zie alleen regen gewoon vallen. Ik zie alles gewoon blauw. Maar echt, mijn airpoint volumetric cloud... No, dat is hem niet. Dat is niet wat dit is. Heb je hem niet gekopieerd en dan geplakt? Ja, hij staat uit. Oh, om het zelf. Oh, regen! Luister naar mijn kreten! En stop! Hiermee! Ik vind het niet meer fijn. Oh, wauw. Het wordt droog, zie je dat? Oké, dat doet helemaal niks. Moet ik nou echt wachten tot het stopt met de regen of ik iets kan zien? Dat is wel een strijd, man. Maar ja... Oh mijn god. Ik heb het gefixt. Het is post-processing. Ik zie het nu. Het is post-processing. Oké, ik kan zien. Ik kan zien. Oh, what the fuck. Hij gaat dood. Hij gaat al dood door een Kentro. Wacht, van wie is dit? De kevers. We kunnen daarin kijken. Oh, dat is wel beter. Oh, het is al geleegd. Ah, kom op. Oh, je metal. Het forge. En gasoline uit de... Hey, 250 metal winst. Ja, op zich voor niks. Of ja, voor... En 100 gasoline. Prima. En dode PT, dat vind ik wel zielig. Kom, we gaan hem redden. Ja, we gaan hem redden. Okay. Deurwaarde. Wij zijn hier voor evenwicht. Ja, en we hebben wel meteen... geld gekregen voor deze daad, hè. We redden hem, weet je. Zodat hij niet dood hoeft. Maar daar willen we wel gewoon voor vergoed worden. Maar even, de kevers, die hebben jouw fiscaal gekild. Wat? Oh, mijn fiscaal is gekild! Door hun. Gewoon natuurlijk geen damage. What the fuck? Kijk ervan, potverdomme, fiscaal overzicht een beetje... Wacht, maar is fiscaal overzicht bij de beest gekild of zaten jullie erop? Ik was bij een beest, daarboven, daar. Ja. Ik hoorde allemaal explosies. Gast, toen op Herbivore Eiland. Op Herbivore Eiland wordt sowieso iemand. Hé, wat is dat plateau? Beest, daaronder. Die beest. Ja, dat is zieke beest. Knoesterballen. Oh ja, deze hebben turrets. Ja, dit gaat ons niet lukken. Zo, leveltjes wel. We gaan naar die berg. Ja, we gaan naar de berg. Doen we. Op naar de berg. En niemand ontkomt aan de belastingen. Niemand. Kut, sorry. Dan zie ik weer niks. Oké, hoe gaan we dit doen? Je zal maar in een wolk wonen ook. Gewoon echt in zo'n wolk. Hey. Dit zijn sowieso al plat, of niet? Kale koppen waren dit. Ja, we zijn gereed. Is er een gat in het dak dan? Oh, ja, boven, ja. Ah, rip. Oh. Dit kan dus Joost zijn, of niet? Ja, dit kan Joost zijn. Er staat kale koppen. Ik weet niet wie nog meer kale koppen heeft. Wacht even, kijk even erin. Rip in peace. Nou, dan gaan we verder. Nog één bestemming. Oh, wat is deze aan het doen? Hallo? Hallo? Hij loopt van me weg! What the fuck? Hij wilde me gewoon niet meer, zag je dat? Heel anders hier, man. Wow, wat is hier gebeurd? Oh, hier is al een beaver dam. Huh, zijn hier nog wel pearls? Yo, wat een vette plek wel. Maar, oh, dat is een raptor. Oh, dat is een alfa, dat is een alfa, dat is een alfa, dat is een alfa. Ja, normaal zou hier iemand gewoon wonen, hè? Gewoon op dit plateau. Zo, dit reden zou wel echt ziek zijn, maar er woont hier gewoon niemand. Dit is echt wel echt een spot, jongen. Je kan je zo goed hiden. Ja, maar als je met Gilly gewoon zo in zijn struik. Dit wordt echt zo'n harde ziek mapje. Ja, jongen. Nee, maar eerlijk, het is wel echt, het is wel een zieke plek. Maar het voordeel van Ascended is ook dat je gewoon nu in de bossen hier gewoon... Zolang je geen bomen weghakt, zie je niks. Dit was in het verleden ook al nog een plek waar mensen gingen wonen. Oh, daar was een mooie plek nu. Maar helaas, nu is hier niemand. Oh, alhoewel. Hey, Roem. Oh, ik dacht dat iemand die Stone Pillar had neergezet. Oh, wacht. Ik wil met jou op de screenshot. Ah! Van de clip af. Oh. Oké, even fotomode. Fotomode, wat mooi. Dit doen we altijd, hè? Dit moeten we altijd doen. Altijd? Oh, nee. Nou, hij. Proost. Een momentje. Proost. Proost. En tot morgen. Tot morgen. Ja, jongens, thanks voor het kijken. Tot de volgende video.